Tamara Jansen is op zoek naar het kerstgevul. En Tamara, het gaat er nu echt helemaal aan, hè? Ja, het klopt. Het is inderdaad binnen kerstmis. Dus we zijn nog steeds op zoek naar het gevul van. En ja, we zijn al op zoveel plaatsen geweest. Maar nu zijn we nog op zoek. En hoe ben ik nu? Royens? Ja, ik ken het niet helemaal zien, maar steeds ze soms in Leeuwen. Ik ben inderdaad in Leeuwen. Ik sta op de kerstmarkt in Leeuwen. En dan ga ik even een kiesje nemen en eens tenminste vragen waar het kerstgevul is. Goedemiddag samen. Hallo. Zeg, wat zit dat er in show nu? Vertel eens even, wat verkoop je hier? We verkopen van alle kerststukjes, sjaals, krallen die we gemaakt hebben. Allemaal voor het koor, de Leeuwenkanterij van Leeuwen. En we draaien straks ook op om 3:30 en om 4:30. Dus, en heb je dit allemaal zelf gemaakt? Allemaal zelf gepreubeld, ja. En wie geeft het dan in zijn werk? Doen we dan even de repetitie aan de kantje en gaan we dan knutselen? Of? Nee, dat komt er nog allemaal bij. Ondanks het drukke kerstprogramma wat we hebben. We hebben zaterdag ook nog concert in school in Leeuwen. Vanaf 7 uur een hele gezellige avond weer tijd. Dus daar moet ik ook echt reclame voor maken, natuurlijk. Dat moet ik. Zeg, en ik zie daar nummertjes op die presentjes staan. En dan kan ze voor een euro envelop trekken. En als ze geluk hebben, ze hebben ze prijs. Dus eigenlijk een soort van tombola / loterie. Ja, wat moet je gaan doen, hè? We krijgen niet meer zoveel subsidie, dus van wat is zelf aan de slag. En wie bevulde je op de kerstmerende leven? Wel gezellig. Het begint nu gedrukt te weren, dus en het is niet zo koud, dus maar we zijn erop gekleed, hè? Ja, het ziet er wel heel erg leuk uit, moet ik zeggen. Ja, heel chic. Zeg, ik wens je nog een hele fijne middag en dat je nog heel veel mag verkopen. Dankjewel. Goedemiddag samen. Hallo. Wat zit je aan het kopen? Nonnenvotten, hè? Wie ze dat bios zeggen dan, hè? We moeten toch trekken. Het best wel hoesje van bij de koffie. En witte kwarkbollen zit het. Ik heb er ook maar een van, hè? Zo'n ene stek. En dat is voor bij de koffie, zeg je. Krijg je straks nog visite dan? Of je bent voor jezelf? Nee, ik heb de buurvrouw metgebracht en die gaat trek bios koffie drinken. Dus. Oh, dat is wel heel gezellig, hè? Ja. Zeg, mogen ik je nog wat anders vragen? Wat is voor u het kerstgevul? Wat is voor mij het kerstgevul? Allemaal fijn samen met de kinder. Familiebijeenkomst, hè? Lekker bijeenkomst. Maar goed, dat hebben we in december toch. Want er zijn heel veel de kinders en jurig, de kleinkinders en jurig. Dus we zijn toch al veel in december bijeen. En maakt dat dan een leuke maand? Of juist een maand omdat het zo druk is, gaat minder? Een leuke, dure maand, hè? Want dan moeten we met de beurs trekken. Ja, just we doen. Nu is het maar een kleinigheidje, maar nou. En als je de mensen dan een kerstwens toe mocht wensen, wat zou je ze dan toe wensen? Vrede en een goede gezondheid, dat helpen we. Want we zijn dus week per uur vooral de zieken gaan bezoeken en het me dadelijk veel te druk is. Dus. Dan zijn we dan nu afgelopen week geweest. Dus. En is toch een gezondheid dat ze dat nog kent voor anderen. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Zou ik zeggen, laat het smaken dadelijk bij de koffie. Ik zal kijken of ik betalen moet. Misschien hoef ik nu niet te betalen. Dat weet je niet, Sylvia. Hè? Nou, fijne middag nog samen. Goedemiddag samen. Wat hebben we gekocht? Je hebt de schoens van meneer Jansen. Daar staat hij op het pleintje. Dat maakt jij allemaal zelf van hout. Ik zie het, chic. En hoe het herken was. En zit je nu voor de leukie of waar het griever te shoppen of voor allebei? Ik kom pas net aanlopen, dus ik heb geen idee. Ik laat me nog verrassen. Ja, ik kom net aanlopen, maar ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het een heel chic initiatief. Wat eerder jou goed bezoek werd, zo'n klein dorpje. Dus dat vind ik heel leuk. Ja, het ziet er inderdaad heel erg gezellig uit, moet ik zeggen. En dadelijk ook biedt vuur met chocomel. De glühwein, chocomel, glühwein. Glühwein, sorry. Zeg, en dames, wat is kerstgevul voor u? Gezellig samen zijn met familie en vrienden. Ja, dat is voor mij kerst. Sloot ik me helemaal bij aan. Ja. En als je nu de kijkers van TVL of een kerstwens toe mocht wensen, wat zou je dan zeggen? Oh, nou, dat is... Wat zal ik eens zeggen? Ja. Dat ze ook familie en vrienden opzoeken. En vooral diegenen die
het alleen zijn met die dag, dat is ook toch aan niks. Dat vind ik heel belangrijk, het samen zijn. Ik denk echt dat, dat ben ik echt. Dat vind ik wel heel mooi gezegd, moet ik zeggen. Mocht ik kijken? Jazeker! Kijk maar eens wat voor verrassing. Zo is je zetten. Allemaal met de hand gemaakt van keramiek door de mensen van Daalzicht. Oh, en weer de kunstenaars van Daalzicht. Dat is een kerstbal. Een kerstklokje. Maar we hebben ook kerstbomen. En ja. Ik denk dat ze eens op in Massoumen, die vind ik erg leuk. Ja, ja, we hebben gewoon heel veel leuke spullen. En door Nijverstoffen natuurlijk, om zij actief te promoten. Hè. Zij actief leven. De geweldige vrouwenvereniging. Echt waar. En de meeste spulken zijn dus van Daalzig, als ik dat begreep. Oh, van Daalzig. Behalve dit is door een lid van ons gemaakt. Door Margriet Brandjes. Maar de rest is allemaal van Daalzig en we verkopen dat. Eigenlijk belangeloos, zonder winstoogmerk, maar meer om Daalzicht in de picture te zetten. En uiteraard ons eigen selectief leven. Ja. Zeg, en dames, wat is voor u kerstgevoel? Nou, het kerstgevoel is dat voor heel veel rust uitstralen, nou iedereen blij is. En nou, dat voor... Ja. Samen met familie, de kerstdist toffelen. Nou, dat is het heerlijke kerstgevoel wat ze kids hebben. En tevreden zijn, dat is het belangrijkste. Zeg, en wie gaat hier kerst vieren als ik zo brutaal mocht zijn? Met mijn zus en zijn man en met een tante van 89, lekker toes. Onder de kerstboom, lekker eten, gezellig met familie. Ja. Nou, schoon. Zeg, en als ik u mocht vragen, een kerstwens voor de medemens, wat zou je dan zeggen? Vrede. En dat we elkaar mogen en nemen uitsluiten van alles. Gewoon. Dat er geen oorlog meer mocht zijn. Gewoon, lekker. Mensen. En tolerantie. Heel veel tolerantie. Ik denk als je dat allemaal gaat meer horen, dat dan dat wat je als eerste zei, ook allemaal een stuk minder zou zijn. Denk je gewoon niet? Dat denk ik zeker, ja. Ja. En dat hoop ik. Ja, het zit er alweer bijna op. Kerstmis is bijna hier. Ik ga zondag nog even naar de kerstshow van TV11. Die vindt plaats bij Emmaus met echt super artiesten. Dat gaat hartstikke gezellig worden. Ja, en dan heb ik iedereen nog een kerstwens gevraagd. En dan heb ik er natuurlijk zelf ook nog een voor u. En dat is vooral genieten, gezond zijn, samen zijn en vieren het op uw eigen manier.